Rotania. Rien. Wie? Rotania. Hello, I'm Modi van Zeeland. Rien. What's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube kanaal. Ik ben LM natuurlijk, jullie game commentator. En voilà, we gaan kijken naar de tweede week op het tweede seizoen van de Pro Cyclist mode op PCM 21 met Maurie van Zeeland. En dit waren de drie topfavorieten voor deze ronde van Italië. Giro d'Italia met Miguel Angel Lopez natuurlijk, Simon Yates en Richard Carapaz. Movistar tegen Bike Exchange, tegen de Ineos Grenadiers. En je ziet dat deze mannen algemene stat van 81 tot 80, jawel. Dan hebben we de volgende drie in de rij met nog eentje van een algemene stat 80. Enric Mas, de tweede man bij Movistar natuurlijk. Dan hebben we nog Jonas Vingegaard, de kopman bij Jumbo-Visma met 79 algemene stat. Net als Alexander Vlasov, de Rus van Astana. En dan de laatste drie in de rij. Ja, chauvinistisch. Ik heb er mezelf bijgezet. Dat had je in de eerste week al kunnen zien van deze Giro. Met Caruso en Quintana zijn we vergezeld op deze pagina. Caruso de kopman bij Bahrein. En natuurlijk Nairo Quintana de kopman bij Bora Hansgrohe. Ja, in deze save is hij naar Bora gegaan. De kleine Colombiaan en bij een 77 algemene stat. Ja, oké. Het valt wel mee. Kunnen we er iets mee doen? We gaan het zien in de tweede week van de Giro d'Italia. Voilà. De mannen van de Wolfpack zijn er natuurlijk ook nog allemaal bij. Met deze Lennart Kemna. Ook hij maakte de transfer naar de mannen van Patrick Lefevre, deze sprinter. Davide Ballerini is erbij in Italië. En zijn landgenoot Fausto Masnada, de klimmer, jawel, ook nog steeds aanwezig. Hopelijk blijft hij aan de zijde van Maurie Van Zeeland. Belangrijke factor misschien voor de eindzege. Yveske Lampaert, de Belgische tijdrijder, is erbij. En dit tijdritkanon uit Australië is er ook zeer zeker met Rowan Dennis, in real life rijdend voor Jumbo-Visma. In deze save voor de Koenig Quickstep. Wout Poels is er ook bij natuurlijk, de Nederlander. En de laatste in de rij is Amaury Capio, ja, de sprinter. Alhoewel zal hij meestal moeten knechten en werken misschien in de finale voor Ballerini. Voilà, voilà. We gaan beginnen met de 8e etappe in deze aflevering van Foggia naar San Framondi. Jawel, over 170 kilometer ongeveer. De tweede dag in deze etappe dan. Etappe 9 is dat. Naar de Campo Felice met de Ovindoni vlak bij het slot daar. Geen recuperatie na die klim van tweede categorie. En dan moeten we nog over die knik naar de Campo Felice die onverhard is. Jawel, etappe 10. Vlakke etappe, alhoewel, helemaal vlak kan je dat niet noemen. Dag 11 natuurlijk, de Montalcino, of eigenlijk is het al dag 12, want we hebben al een rustdag gehad dan. Als we van Perugia naar Montalcino moeten rijden over de onverharde wegen natuurlijk van de Strade Bianche. Ja, ja, dat gaat stevig worden mannen, dat gaat heel stevig worden. Kunnen we profiteren van deze etappe? Met Van Aert is dat gelukt. Met Van Hoeken in de Lotto Soudal Save is dat wonderbaarlijk ook gelukt. Dus ja, wie weet. Wie weet, al heb ik toch een klein beetje schrik. Want de kasseistijd van Mauri is niet super. We gaan moeten rekenen op een topdag natuurlijk. De Passo della Cala is er ook nog bij op deze 12e etappe. Ja, het is zowat een overgangsrit. Heuvelachtig, bergachtige etappe. Misschien wel gaat om daar een ritoverwinning te boeken met Mauri, want dat is in week 1 niet gelukt. Etappe 13 naar Verona is vlak, volledig vlak. En dan etappe 14 waar we mee gaan afsluiten. Ja, naar de Monte San Colan. Ja, dat gaat de stevige zijn, mannen. Hopelijk zitten we daar misschien al in het roze. Of hopelijk kunnen we daar het roze bemachtigen. Dat zou die ideale droom, het ideale scenario zijn. Maar ik weet niet of het gaat lukken. We gaan het straks zien natuurlijk. Hè. Etappe 8. We gaan beginnen met deze topfavorieten. Met Lopez, met Carapaz. En kijk eens aan, met Maurie Van Zeeland. Jawel. We staan bij de drie sterkste mannen. Dan hebben we nog Vlasov, Landa, Vingegaard, Yates, Ciccone, Caruso en Mas. En wij staan momenteel 42 seconden achter op Richardke. Jawel, Richard Carapaz. En de Selva gaan we vandaag doen. Klim van tweede categorie. En natuurlijk nog dat knikje naar San Framondi. Voilà, we zijn er klaar voor. We zijn er volledig klaar voor. Ja, de Flanders Classics volgauto is er ook klaar voor. Ja, excuses daarvoor. Het is eigenlijk de reactiewagen moet ik stellen. Ik heb die niet meer gewisseld na, wat was het, Omloop het Nieuwsblad. Ik heb hem laten staan natuurlijk. En van makelij door mezelf ooit die layer gemaakt voor op die auto te leggen.
En zo krijg je dus een Flanders Classics wagen. Voilà, we gaan naar de tussensprint. De supersprint vandaag voor de paarse puntentrein. Maar dat mag je eigenlijk in deze Giro geen supersprint noemen, hè? Want zoveel punten liggen er nu ook niet te rapen. En we zagen dat virtueel Caleb Ewan daar aan de leiding blijft voor de Belgisch kampioen. En jawel, dat is onze Mari van Zevenhand. Plus 4 dagvorm, net als Lennart Kemna. Dan hebben we Lampaard met een plus 3, maar die heeft al hard gewerkt. Dennis plus 1. Masnada negatief, net als Ballerini en Capio. En Poels break-even. En hier de Guardia San Framondi. We gaan eraan beginnen. Voilà, meteen de versnelling van Bas Zevenhand. Meteen de versnelling van onze man. Ja, lekker offensief. Maar ja, die man van Bardiani moet natuurlijk ook nog worden opgeraapt. En nu Vingegaard. Vingegaard neemt over. Dan zien we ook Lopez hier voor Movistar. Carapaz, de roze trui, schuift in. Kemna zit er ook nog steeds bij. Kom aan, Lennart. Nog even Mari een klein beetje uit de wind zetten. We gaan naar de laatste kilometer. Ultimo kilometro. En wat gaat het hier worden? Carapaz tegen Vingegaard, tegen Lopez. Nu gaan wij heel laat aan met Van Zevenhand. Kunnen we nog wedijveren? Mari, oh, de sprintbalk is weg. Van Zevenhand gaat het niet halen. Nee, het wordt Vingegaard of Carapaz. Komt Richardke nog? Nee, nee, nee. Het is Jonaske. Vingegaard gaat hem pakken hier in San Framondi voor, ja, ik denk dat Carapaz is en dan Lopez. Moeilijk te zien van hieruit. Of toch Lopez nog als tweede? Nee, het is Carapaz. Carapaz tweede. Pakt alweer bonus. Wij alweer net niet. Ja, dat is wel zuur met de Belgische kampioen. De La Cruz, Ciccone zien we daar ook nog in de top 10 komen. Met Caruso, Dumoulin, Kelderman, Cepeda. Maar oh, dit is wel jammer. Hè? Alweer geen bonus. Ik had misschien nog net iets langer moeten wachten met Mauri. Om die sprint op gang te knallen. Maar oké, uiteindelijk wel lekker afgemaakt door Jonas Vingegaard. En het was wel duidelijk op die San Framondi dat Vingegaard echt wel een heel goede dag had. Hè. Ik heb de dag voor me niet meteen luid opgenoemd. Maar je kan ze wel in beeld zien natuurlijk. Jonas was in orde. Dat is duidelijk. En wij zien vooral naar de tijdsverliezen. Bij onder meer Thomas Pidcock. Jean Poussin blijft verrassend op die tweede plek staan. Of hangen eigenlijk. De man van AJR na 8 etappes, dus nog altijd tweede. Heeft ook al een poos in de roze leiderstrui gezeten. Ciccone op 3, Van Zevenhand op 4. En Simon Yates zagen we daar op 5 staan. Evaluatie van de ploegleiding. Ja, we moesten hier de etappe winnen. Wow. Oké, boys. Ja, we moesten blijkbaar deze etappe gewonnen hebben van de ploegleiding uit. Ja, dat hebben we niet gedaan. Dus de evaluatie was niet zo lekker. En kijk eens aan, we zijn topfavoriet naar de Campo Felice. Oh, we love PCM. Wat is dit, man? Lopez en Carapaz nog 3 sterren. Vlaasov, Vingegaard, Landa 2 sterren. Yates, Ciccone, Jean Poussin en Dumoulin 1 ster. Ja, die Jean Poussin, wat is die hier voor een Giro aan het rijden, man? Maar waarom staat hij bij de topfavoriet in deze etappe? En de Ovindoli, daar moeten we ook nog over natuurlijk. Voor we dan naar de onverharde wegen gaan, naar Campo Felice. Ja, daar gaat het moeten gebeuren, hè. Daar gaat het moeten gebeuren. Maar eerst en vooral de dagvorm. Die gaat natuurlijk ook belangrijk zijn. Nou, kijk eens aan. We mogen op de eerste rij starten. We staan bij de VIP's, mannen. Oeh, min 1. Min 1, Mauri. Nou, dat is minder. Mindere dagvorm in deze Giro. Kan dus ook gebeuren als je in jouw voorpiek zit, hè. Die we dus hebben vrijgespeeld via onze skills, onze vaardigheden. Een piek tot 28 dagen kunnen we doen. Of we zijn verzekerd eigenlijk van een 28 dagen piek. Dus gedurende heel deze Giro d'Italia gaan we wonderbaar zijn alleen vandaag. Ja, min 1. Dat is jammer. Wel een super dag voor Masnada. Kijk eens aan. Plus 5 voor Fausto. Ja, die gaat de benen niet voelen. Hè. Die gaat de benen niet voelen. Hopelijk kan hij ons wat helpen dan in de finale. Ook nog een negatieve dag voor hem achter Kemna, Ballerini, Lampaard. Ja, kan allemaal tellen. En deze mannen op de Passo Gori. En ze pakken hier de punten voor, ja, Piccoli is het als eerste. Dan Valgren. En wij staan daar nog steeds derde in dat klassement voor de bergtrein. En in dit geval zijn dat de blauwe bollen in de Giro. Jawel. En deze Tyler met een persvraag. Wout van Aert ooit top 10 in een grote ronde? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, Tyler. Ik had in mijn aflevering van Lotto gezegd dat hij nooit de Tour de France ging winnen. Daar blijf ik bij. Hij gaat ook volgens mij nooit de Giro of La Vuelta winnen. Alhoewel, misschien toch een klein beetje hout vasthouden. Je weet maar nooit, hè, als de concurrentie wat meevalt. En daar nogmaals aanval van Lopez. Aanval Lopez op deze Ovindoli. Ja, excuses dat ik er even toch tussendoor moet knallen dat Lopez wel degelijk een tweede aanval heeft gelanceerd.
Maar Van Aert gaat ooit wel top 10 rijden in een grote ronde. Dat denk ik nu echt wel. Hij gaat er ooit nog werk van maken. Als hij de ronde in Roubaix op zak heeft. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan gaat hij er misschien nooit werk van maken. Alhoewel, La Vuelta zou je eigenlijk wel perfect kunnen combineren. Al komt dan misschien wel zijn crossvoorbereiding ook in het gedrang. Dus misschien toch niet de combinatie dan met het voorjaar en La Vuelta. Hij zal blijven knallen op de Tour zeker. Mag hij natuurlijk de beste grootste ronde van het wielerlandschap. En voilà, we gaan naar de finale. We gaan naar de Campo Felice. We gaan beginnen ongeveer aan de voet is het van deze beklimming. Die 6 kilometer lang is, 6,1% gemiddeld. Maar vooral het laatste stuk, dat is het stuk om dood te gaan. Ja, voilà. Al onze mannen zijn weg. Masnada gaat nu de laatste 5 kilometer als beschermengel dienen voor Van Zevenhand. Kom aan, mannen. Ciccone met de aanval. Heeft een negatieve dag voor een plus 3 bij Yates. We zagen ook een goede Lopez. Maar Masnada moet het nu doen. Kom aan, Fausto. Faster and furious, man. Kom op. Fausto kan dit. Ja, ja. Komt goed. Komt goed met zijn plus 5. Kijk eens aan. Plus 10 op stamina. Plus 10 op resistance. En Vingegaard zit hier ook nog bij. Hè. Ook een plus 3 bij Jonas. Ja, onze concurrenten zijn goed. Wij minder natuurlijk. En wie zit hier nog voorin? Het is Warren Barguil. Het was even zoeken met de motor, maar het is wel degelijk Warren Barguil die als eerste en enigste op deze onverharde strook is geknald. Dus die gaat waarschijnlijk winnen. Aanval Lopez zien we hier onderin, maar ik zou niet weten waar. Lopez zit hier nog, mannen. En Masnada blijft het goed doen. Hè. Van Zevenhand in het wiel. Masnada valt stil. Nu moeten wij komen. Ah, dit is veel te vroeg. We gaan stilvallen. Lopez het bos in. Lopez is de onverharde grindstrook het bos in. Maar alhoewel kunnen we nog bij deze groep geraken blijven. Ja, Vingegaard klokt de zesde plek vandaag. Worden we bij Vingegaard gerekend of niet? Ja, ik weet het niet. Het zal afwachten zijn zo meteen. En deze Champoussin in zijn witte trui van beste jongeren lijkt ook nog bij het groepje binnen te komen. Alhoewel, het is afwachten, want deze Campo Felice maakt soms echt wel tijdsverschillen. En soms zijn het echt wel kleine tijdsverschillen. En hier Carapaz in zijn roze trui. Ja, toch een gat, hè. Toch een kloof hier. Ja, ja. Wat gaat dit opleveren? Wow. Gaan we hier een andere roze truidrager krijgen? Het zou kunnen. Vingegaard misschien. Ja, Vingegaard lijkt me wel kans te maken. Als de verschillen worden aangetekend. En Warren Barguil pakt dus de etappezegen hier. Voor Groschartner, dan Peters, dan Piccoli. We hebben Lopez op 2.15, 2.26, Vingegaard. Ja, tijdsverschillen. Tijdsverschillen, mannen. Wij op 2.39. Masnada, ja, perfect gewerkt vandaag. Heeft alles gegeven voor zijn kopman. 2.46, Yates 2.54, Vlasov 3.10. En 3.28 voor Mas en Carapaz. Oh. Ja, ja. En u heeft het daarnet waarschijnlijk al gezien rechtsbovenin. We hebben een nieuwe leider. Ja, en het is toch wel een beetje onverwacht, want het is Mari van Zevenhand, mannen. Van Zevenhand is de nieuwe leider in deze Giro d'Italia. Ik heb geen flauw idee met hoeveel seconden op wie we voorstaan, waar Carapaz nu terechtkomt. We gaan eens kijken zo meteen natuurlijk. Pidcock, Landa, ja, Poels, Arendsman, Dumoulin. Heel veel tijd verloren, al die mannen. En hoeveel seconden zijn het? Het is er één. Oké, het is er één op Carapaz. 5 seconden op Vingegaard. Ja, ik dacht vooral dat eigenlijk Vingegaard de nieuwe leider zou worden als er tijdsverschillen waren. Champoussin zakt ook een beetje weg. Alhoewel, 22 seconden op Van Zevenhand, dat is niks. Yates staat natuurlijk daar nog tussen op plek 4. We hebben nog Vlasov, Ciccone, Kelderman, Caruso, De La Cruz, Mas, Lopez, Barguil, Storer, Kepeda en Valtteri. Ja, oké. Okay. Lopez die heeft in de eerste week veel tijd verloren. Dus die gaat moeten inhalen. Hè. Het wordt een inhaalrace voor Miguel Angel. En alweer een top 3 werd gevraagd door de ploegleiding. Oh, wat hebben die mannen gevreten? Die vragen hier plots zot dingen van Mari van Zevenhand. Maar oké, okay, we zitten wel in het rozen, hè, Patrick. Wees daar tevreden mee, man. Caleb Ewan, Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Christophe Viviani, Cimolai, Ballerini, Hoch, Dekker en Teunissen. Dat zijn de mannen voor etappe 10 naar Foligno. We starten in L'Aquila. Gekend van ja, ooit daar een bijzonder extreme hevige aardbeving geweest te zijn. Hè. Maar we gaan naar deze klim, de Della Somma. En we gaan toch even knallen. We gaan toch eventjes knallen met Van Zevenhand. Ja. De vluchters van de dag zitten binnen handbereik.
Dus waarom niet? Waarom niet, mannen? Nog een paar bergpunten meepikken hier. Al is het maar een klim van 4, die categorie, ja, is ook maar 4,3 kilometer lang. 6,4 gemiddeld. Kan wel tellen natuurlijk. En we springen eventjes naar deze drie toe. Voilà, Os, Haas, Louvel. En we gaan er ook meteen proberen van wegknallen. Op naar de bergpunten. Gaat het ons lukken? Pak 4 punten voor de Maglia Azzurra. Maar ze komen terug. Ze komen terug. Alhoewel, we hebben nog wat overgehouden. Het zal tegen Haas zijn. Ah, we pakken Nathan. Ja, ja. We pakken hem vlak op de lijn, op de meet, op de streep. En we pakken de punten. Maar oké, het is misschien verre toekomstmuziek. Je weet maar nooit. Als wij dat roze worden geknald, dat we nog voor het blauw kunnen gaan. En dan gaan we stilaan wat doorsteken naar de finale van deze etappe. Met Lampaard die we daar even zagen recupereren na die beklimming in de afdaling. En wij zitten nu binnen de laatste 5 kilometers in Foligno. En kunnen we Lampaard piloteren naar een goede eindsprint? Alhoewel, waar is Yveske? Waar is Lampie? Lampie is zoek. Ja, oké. Dan moeten we het zelf maar even gaan doen. Naar het wiel van Juwen. De man in het paars voor Lotto Soudal. De laatste bocht komt er hier aan. Kom aan, Van Zevenhand. Kunnen we misschien nog wedijveren? Alhoewel, het kan misschien. Nee, met onze 68 sprintstijd gaan we er niet komen. Want daar reken ik natuurlijk onze dagvorm in. En het is Caleb Juwen die hem pakt voor Tim Merlier. Jawel, die duels zagen vorig jaar ook in de Giro. Hè. Waren mooie duels om naar te kijken. En in deze virtuele slag wint Caleb Juwen het uiteindelijk van de Belg Tim Merlier, Chimolai en Maresco op plekken 3 en 4. Christophe de Noor, natuurlijk de sterke bonk uit Noorwegen, is vijfde. En wij zijn zesde. De frele, magere, dunne Marie van Zevenhand. Kan allemaal natuurlijk. We blijven leider, godzijdank. 1 seconde blijft daar staan tussen Van Zevenhand en Carapaz. De evaluatie wel exceptioneel dat we aan de leiding staan van deze Giro d'Italia. En dat we dus twee klassementen leiden. Voilà. Hier gaan we ook leiden vandaag. En het zal met een ander soort leiden zijn. Want we gaan afzien naar Montalcino met Van Zevenhand. Dat is zeker. Pidcock, Trentin, Lampaard worden naar voren geschoven. Betty Jolkrach, Andersen, Mohoric, Christophe Barguil, Kort Nielsen en Dumoulin. Ja, dat zijn mannen die hierover kunnen knallen. Vooral Dumoulin, ja. Tommeke. Niet onderschatten kan hij vandaag een slag slaan naar het algemeen klassement toe. Het zou zomaar kunnen. En wat gaan deze mannen doen? Lopez en vooral Mauri van Zevenhand. Ja, knikkende knieën. Ik moet het toegeven. Knikkende knieën over deze onverharde wegen. Toch zeker in de finale. 163 kilometer in totaal. En voilà. We gaan aan de eerste strook beginnen. Meteen een kleine beauty shot van daaruit. En dit is al de tweede strook op de Passo del Lume Spento. Het is de kasseistrook van Del Bosco. Ja, ja, voilà, voilà. Onverharde wegen. Het zijn wel degelijk diegenen die ze in de Strade Bianche ook soms doen. Of toch in de buurt liggen daarvan. Jawel. En Lampaard zit hier nog goed. We hebben een plus 4 met Van Zevenhand. En een plus 5 met Poels. Kijk eens aan. Ja, PCM is gunstig gezind in deze etappe. Dat is ook mooi. En plus 1 bij Simon Yates. Mas plus 3. We kijken vooral naar waar is Lopez, waar is Carapaz. En kunnen zij volgen op deze Spento. Ze zitten ver, dat is duidelijk. Ja, oké. Misschien een eerste slag hier proberen slaan tegenover Lopez en Carapaz. En als Poels dat goed blijft doen, kan ik hem zeker tot in de finale houden. Hè. Wij maken tempo. Lampaard volgt, Ballerini volgt. Poels zet ons uit de wind. Want ja, met zijn plus 5 heeft hij eigenlijk ook een best goede kasseistijd. En wij hebben er eentje van 66 vandaag. Ja, oké. Savan nog, hè. Het had slechter kunnen. Normaal hebben we een 61-stijd. Maar door onze goede dagvorm krijgen we daar maar liefst 5 punten bij. En op onze rendstats plus 9, plus 5. Ja, dat is ook goed. Dat is goed. En waar zitten Carapaz en Lopez? Daar zit Lopez. Ja, oké. Die zitten wat in de buik van deze groep der favorieten. En ook Carapaz zit toch wel wat verder. Ja, verder dan normaal. Maar oké. En wij zijn boven op dat eerste stuk van de Spento. Dat is ook zowat het steilste. Alhoewel, straks ook nog een steil knikje op het einde van deze beklimming van 12,3 kilometer. En dan de volgende persvraag van Kraknoix007. Zijn er al nieuwe namen voor de toekomst opgevallen dit jaar? Mij persoonlijk is Kevin Vauquelin al opgevallen. Jawel, Vauquelin absoluut al een paar heel goede resultaten neergezet.
Maar mij zijn er nog een paar andere opgevallen. En vooral Pithy vind ik bijzonder rijdspringen. Dat is een man van het opleidingsteam van Groupama FDG. En die heeft in die kleinere, zelfs op Belgische koersen, al een paar bijzonder goede resultaten neergezet, hoor. Dus ja, die Pithy, die ga ik wel volgen in de toekomst. Ik vermoed toch dat ik zijn naam goed uitspreek. Het is Pit en He, dus Pithy. Dus wat, anderzijds, Arno Delis kan je ook niet langs. Hè. De neoprof van Lotto Soudal heeft ook al bijzonder goede resultaten laten noteren naast Vauquelin en Pithy. En dan kijk ik ook nog naar Sheffield, jawel. De nieuwe man van Ineos Grenadiers in de Ruta del Sol. Wow. Wat was die Sheffield goed, man. Dus ik denk dat die in de toekomst ook echt wel een heerlijke diamant gaat worden. Maar dat zijn voor mij zowat de vier ruwe bolsters. Maar Vauquelin mag er zeker bij zetten. Krak, nooit. Voilà, we gaan naar de persvraag van Jarne. Wat gaat Van Aert dit jaar nog allemaal winnen? Ja, geen idee, man. Maar we gaan even wild doen, hè. We gaan even wild doen. Van Aert wint Milan-San Remo. Hij pakt de Ronde van Vlaanderen. Wordt tweede in Paris-Roubaix achter Mathieu. Hij pakt een aantal ritten in de Tour de France, wint groen in Parijs, wordt wereldkampioen in het tijdrijden. Ja, niet op de weg, waarom? Geen flauw idee, ik zeg zomaar iets. En dat zal het ongeveer zijn. Voilà, de honger gestild van een van de kannibalen van het peloton. Want de kannibaal durf ik niet te zeggen, want ik vind dat momenteel echt gewoon Pogacar. Die fret gewoon alles naar binnen, iedere wedstrijd wat hij start, wint hij gewoon. En wij zitten op de laatste stroken van de onverharde wegen in deze rit. 25 man nog in het mini-peloton. Maar wel drie vluchters nog steeds erop. Ja, die mannen gaan hier om de dagzegen strijden. Ah, dat is jammer. Dat is heel erg jammer. Poels natuurlijk met nu nog steeds de achtervolging. Lampaard hangt er nog aan. Van Zevenhand zit nog goed, ja. We zitten nog best goed eigenlijk. Hoppa. Op de Passo del Lumes Pento. En hier de drie leiders met Nieuwenhuis, Touzé en Dillier. Alpecin DSM en Ajuder Citroën. En wat gaan wij hier nu doen? Oh, Lopez zit bijna dood. Lopez zit bijna dood. Jeets, goede dag voor, maar heeft ook niet meer veel zitten. Oh, Vingegaard, bijna blok. Carapaz heeft ook niet meer veel. Ja, onze gele balk ziet er goed uit, mannen. Wow. Blijven gaan, Poels. Kom aan, Wouter. Blijf het duwen, man. Is bijzonder goed bezig. Ja, heeft ook gewoon superbenen. Voelt de pedalen niet. Barguil volgt nog, Simon Yates, ja, is goed vandaag. En voorin de aanval van Nieuwenhuis, ja, ja, Joris kist bos in. Of dat probeert hij toch. Is Nieuwenhuis op weg naar de ritzegen hier. Wij zijn boven op de Spento. Met Poel ziet er alles uitknald en ze zijn eraf. Oh, ze moeten lossen. Airo erin, hop, 99, jawel. Barguil ook overboord, op Mas moet eraf. Oh, waar zijn Carapaz? Waar is Lopez? Waar is Vingegaard? Oh, het ziet er goed uit, mannen. Oh, dit ziet er lekker uit. Joris Nieuwenhuis heeft inderdaad eens gewonnen. De rit hier naar Montalcino. Dan hebben we Damien Touzé op plek 2. Sylvain Dillier op plek 3. En hier is Sos Zevenhand. Oh, Mauri, wat een etappe, man. Oh, oh, oh. Damn it. Wat een dikke etappe. Maar ook een dikke etappe van Wout Poels. Dat moet gezegd worden. Oh, damn, man. Zoveel werk verricht, nog zevende worden. Had hij in de vlucht van de dag gezeten, had hij altijd gewonnen, denk ik. We hebben nog Simon Yates hier op plek 8. Ja, Champoes, hè. Clément, wat zijn die aan het doen, man, in deze Giro? Ja, niet normaal. Toont polyvalentie langs alle kanten. Thomas Pidcock op plek 10. Ja, ik had wel meer verwacht van Pidcock in deze rit. Carapaz op 11. En hier de groep met Vingegaard. En met, wie was het daar nog? Amador zat erbij, Lopez hier binnen. Ja, oké. Okay. Tijdsverschillen zijn er, maar hoe groot? Nieuwenhuis pakt dus de etappe. Touzé op 6 seconden, 45 voor Dillier. Wij op 2.20. We pakken 10 seconden op Barguil, Mas en Poels. Maar oké, okay. We pakken op deze Simon Yates 39 seconden. We pakken meer dan een halve minuut op Pidcock en Champoussin. We pakken bijna een minuut op Carapaz. Oh, dit is lekker, man. We pakken echt bijzonder veel tijd. We degraderen een klein beetje Vingegaard en Jerome Thomas. Lopez 4 minuten 14 verloren op Nieuwenhuis. Dus voor ons is het ongeveer 2 minuten op Lopez. Ja, heerlijke etappe. Alweer draait hij uit in ons voordeel. Nou oké, okay. Lekker. Heel lekker zelfs. Net geen minuut voor nu op Carapaz en Simon Yates. Wel een minuut voor op Champoussin en Vingegaard en dan al bijna 3 minuten op Ciccone en meer dan 3 minuten op Vlasov en Mas.
Barguil staat er op 6 minuten. En dan Lopez op 7.23. Ja, ja. Oeh. Voor Lopez wordt het heel moeilijk, denk ik. 7.23. Damn. En een super tijdrijder is het ook al niet. Dus het wordt heel moeilijk voor Lopez. Ja, zag je dat? Wat een gewoon een slechte evaluatie. Allee, ploegleiding. Why? Hebben ze een piek-op van Sevenant of wat? Of moest Poels of Masnada de absolute leider worden binnen de Wolfpack voor deze Giro? Ja, ik weet het niet. Maar toch bijzonder vreemd, hè. Vierde plek in die etappe was voor Van Sevenant echt wel goed gewoon. Maar we zijn ook mede topfavoriet voor deze etappe. Etappe 12 naar Bagno di Romagna. Jawel, we moeten over de Carnaio, de Passo del Carnaio. En daar komen we ook meteen in. Hè. Voilà, voilà, de laatste klim van de dag. Derde categorie, 20 man nog in het peloton en de aanvallen. De aanvallen komen. Uran wordt gegrepen, want hij zat wel degelijk als laatste nog van de vlucht van de dag voorop. En het zijn De La Cruz en Landa, de Spanjaarden, die erop en erover gaan. En nu komen wij natuurlijk met Masnada alweer een superdag voor Fausto. Hè? Ja, ja. Maar oké, is goed voor ons. Hè? Ik treur er niet om hoor, want wij met een break-even, we kunnen absoluut nog een knecht gebruiken in deze fase van deze etappe. En wanneer komen de aanvallen? Of komen er geen? Mag ook altijd. Als man in het roze wil je geen aanvallen, maar daar is hij al. Het is Ciccone. Het is Ciccone, ja, dat is dat ook niet veel voor Guglio. Aanvallen en sterven tegelijkertijd, altijd leuk. Carapaz volgt nog. En nog andere renners in ons wiel. Nog een negental man die niet de Koenig Quickstep zijn. In totaal 11 renners dus in deze groep der favorieten. En het zijn nog steeds de Spanjaarden die daar zitten. Hè. Maar Masnada doet dat goed. Masnada doet dat heel goed. Het zit bijna op blok. En dan kunnen wij komen. De Aigo zit er eigenlijk al in. Ja, heb ik daar net erin geknald. De laatste meters op de Carnaio. We gaan hier nog wat bergpunten ook pakken. Dat is ook altijd lekker. Of komt er nog een aanval? Nee. Wij gaan als eerste over deze beklimming van derde categorie. Hoppa. Voilà. Puntjes erbij voor de bollen. En nu de afdaling. Ja, ik ga proberen weg te knallen. Hè. Dat is hier al logisch. Dat was gewoon wat ik aan het doen was. De kop aan het pakken om zo meteen aerodynamisch weg te knallen in de afdaling. En hopelijk niet op de bek te gaan, want het is aan het regenen. Hè. Het is aan het regenen. Altijd gevaarlijk als je dan die acrobatische afdaling doet. Zei daar net aerodynamische afdaling, maar nee. Het is acrobatische afdaling. En wat nu? Wat nu? Oh, we worden gewoon overroeld door iemand van Jumbo-Visma. Het lijkt me Dumoulin, want hij leek Nederlandse nationale kampioenenbandjes te hebben. Jawel. Het is Tomeke Dumoulin. Oké, duidelijk, Tom. Ja, toch nog even proberen. Eigen tempo afwisselen met de acrobatische afdaling. Nou, we komen niet weg. Nee. Dumoulin rijdt alles dicht hier voor Vingegaard. Het gaat een sprint worden der topfavorieten tussen de klassementsmannen in Romagna. We hebben wel Masnada hier nog, hè. Die gaat de lead-out doen, hè, voor Marie. Voilà. Kunnen wij het afmaken? Komt de eerste ritzeger aan voor Van Sevenant in deze Giro. Ja, dit is misschien toch wel een moment. Masnada 95. Oh, ik ben Van Sevenant aan het vermoorden. Oeh, lem. Wat is dit slecht gespeeld, man. Ja, ik heb mijn sprint volledig verneukt met Masnada. Oh, fuck, man. En Jean Poussin, of die heeft een plus 5. Clément, daar is Jean Poussin. Of Vingegaard toch nog? Jean Poussin of Vingegaard? Oeh, Jean Poussin, man. Die begonnen heel vroeg te juichen. Ja, die Fransen hebben er toch wel een kindje dood aan dat vroeg juichen. Maar hij pakt hem wel. Clément Champoussin. Hij is de winnaar van deze etappe. Ja, wat is hij zich fors aan het ontwikkelen met Save met Mauri. Damn. Hij blijft gewoon hoge ogen gooien in deze Giro d'Italia. Vingegaard op 2, De La Cruz op 3. Ja, Masnada heb ik verkeerd gebruikt. Ook Van Sevenant zelf verkeerd gebruikt. Lopez verliest een minuut 24. Alweer tijdsverlies Lopez. Ja, gaat deze Giro niet winnen. Dat kunnen we ook stellen. En we gaan vooral moeten afrekenen met Richard Carapaz, Simon Yates en Jonas Vingegaard, neem ik aan. Ik denk niet dat Jean Poussin die echte bergritten gaat overleven. En Ciccone en Mas, ja, die staan al op veel. Hè. Die staan echt al op veel achterstand. En qua ja, tijdrijden zijn we wel de zwakste. Zeker van de top 5. Dus ja, oké. We zijn
Even goed als Simon Yates. Oké, moeten we er ook bij stellen. We zijn niet de zwakste. We zijn samen de zwakste met Simon Yates. Voilà. Ja, je weet maar nooit dat het daarop aankomt. Een rechtstreeks duel met Simonneke. Kan allemaal natuurlijk, maar ik denk eerder dat het duel gaat worden met Richardke. Voilà. Simonneke en Richardke mogen wedijveren tegen Van Zevenhand. Altijd leuk. En alweer werd een top 3 geëist. Oh man, het moet niet gekker worden, die evaluaties. En daardoor krijgen we toch niet altijd extra punten erbij. Dat is wel jammer. En dan gaan we naar Verona. Die is biljartvlak, toch bijna. En dan mogen we vooral Caleb Youn verwachten. Met Nizzolo, met Viviani, Merlier, Chimolai, Ballerini, Dekker, Hodge, Teunissen en Teuns. Voilà. En we gaan simuleren. Hè. Ja, ik ga deze niet verrijden. Hopelijk gebeurt er geen accident dat we de roze trui verliezen. Dat we minuten verliezen. Ik weet het, het is een risico. Simuleren houdt altijd risico's in op Pro Cycling Manager. Ja. Je weet maar nooit dat er hier plots waaiers worden getrokken of zo. Er komen altijd gekke dingen voor. Maar nee, het lijkt me een massasprint te zijn geworden. Nee, jawel. Caleb Youn heeft in ieder geval de etappe gepakt. Wij zijn 31ste. En we blijven aan de leiding. Dat is mooi. Simulatie hier tussendoor. En we hebben het er goed van afgebracht. Godzijdank. Dankjewel, Pro Cycling Manager. Een overwinning had nog wel leuker geweest. Maar oké, we mogen niet te veel verwachten natuurlijk van dit spel. En het is tijd voor de laatste rit van de aflevering. En de rit van de aflevering. Hè. Zij daar maar zeker van. De Monte Zoncolan. Wat gaat dit geven? Lopez, Yates en Vlasov, de topfavorieten. Carapaz, Mas, Landa. Twee sterren achter de naam. Vingegaard, Caruso, Van Zevenhand, Ciccone, één ster achter de naam. Ja, de mannen met de hoge klimstat, die gaan hier vandaag zeker een ding kunnen doen. En wat kunnen wij doen met Mauri? Dat is de vraag. Ja, let ook niet te veel op het achtergrondgeluid in deze etappe, want het is fucked up. Ja, ik weet het. Er zit reis op de kabel. Geen idee waarom, maar het klonk gewoon niet. Het was volledig gereis en gerits door elkaar, maar oké. Ik heb ze stil mogelijk proberen zetten. En kijk eens aan de Maglia Rossa. Plus 4. Plus 4. Oh, PCM, we love you. Echt waar. Heerlijk dit. Let's kick some asses. Ja. Plus 4 van Zevenhand. Ja, dat is wel heerlijk, hè, mannen. Dat kunnen we echt wel dik gebruiken. Plus 1 voor Poels, Masnada en Dennis. Plus 2 bij Capio. Break even bij Lampaard en Ballerini. En dan een min 1 bij Lennart. Ja. Lennartje heeft weer geen geluk, maar oké, het zij zo, Kemna. En wij gaan naar de Monte Zoncolan, voilà. We gaan er gewoon meteen naartoe, bam. Meteen bij de business van de dag beginnen. En het zijn de mannen van Ineos, jawel. De Grenadiers gaan het hier proberen controleren op de Zoncolan. Voor natuurlijk een kopman, Carapaz. Wat is de dagvorm? Oeh, plus 3 Carapaz, ja oké. Masnada break even. Op deze beklimming van 13,1 kilometer. Champoussin zagen we met een break-even. Plus 2 bij Yates. Ja, oké. Okay. Caruso, ook break-even. Dagvorm negatief. Vingegaard. Ja, oké. Okay. En Lopez, plus 3. En hij gaat eraan beginnen. Oh, daar gaat Lopez. Hoppa. Nog 9 kilometer tot de top. En hij is het bos in. En hier kan je het al eerder letterlijk stellen, het bos in. Hè? Want deze Zoncolan heeft wel degelijk bebossing. En zo meteen naar het smallere stuk. En Yates met reactie. Caruso wou het ook even proberen, maar die trapte letterlijk op de adem. Het is nu Roan Dennis. Ja, Dennis vanuit de ploegauto. Ja, oké. Okay. Laat hem maar doen. Op deze beklimming van net meer dan 9% is het. 9,1 en dat laatste stuk is gewoon doodgaan. Hè. Ja, het is... echt wel beginnen wenen daar. Ja, ik neem aan dat er sommigen daar toch echt wel gewoon... volledig choco gaan. En van deze mannen mag iedereen er volledig kapot gaan. Alleen van Zevenhand niet. Dat hopen we toch. Voilà. Nog eens een versnelling. Alweer Lopez. Met de reactie van Ciccone. Carapaz schuifde mee. En Carapaz. Carapaz. Yates met de reactie. Yates met de reactie. Ja, Caruso probeert veel. Maar valt iedere keer stil. En dan moeten wij nu beroep gaan doen op Poels. Want Kemna is uitgewerkt. Ook Dennis heeft zijn werk gedaan. We hebben nog Masnada in de wachtkamer zitten. En we gaan er toch de Airo in knallen. Want de laatste 5 kilometer op de Zoncolan zijn begonnen. Ja, en Lopez zit al best ver. Carapaz ook. Oeh. Een ritzegen. Dat lijkt er toch misschien weer niet in te gaan zitten. Nee.
We zijn wel de Maria Rossa, maar het is momenteel nog met niet al te veel glans. Maar oké, de sneeuw begint ook te vallen. En Poels en Masnada gaan ook wegvallen. Voilà, ze zijn weg. Op naar Yates nu. Het is nu volledig aan ons. 88 eigen tempo, aerodynamische houding, de berg op. Bam! Maar we gaan wel terug naar Carapaz en Lopez. En vrij makkelijk. Carapaz heeft nog gele balk, iets minder dan ons. Ja, oké. Dat is goed. We hebben ook een betere dag voor. Ook Lopez. Nou, oké. Zit er ritzegen in? Oh, het kan misschien wel. Als we die gele balken vergelijken, zou het wel goed gaan kunnen. Alhoewel, Carapaz begint toch stilaan naar onze gele balk te neigen. Oh, dit gaat een dubbel op zijn kantje worden. Oh, kijk eens aan, man. Kijk eens aan. Onze balken zijn bijna identiek. En dan gaat het van de sprint afhangen. We gaan even terug naar het 70. Laat Carapaz maar aangaan. Kom aan, Richard. Jawel, daar is hij. Carapaz is weg. Dat is goed. Sprint hij volledig weg van ons of niet? Nee, valt stil. Ik denk dat we gaan winnen op de Zoncolab. In de sneeuw, bovenop deze supertop. We gaan hem pakken. De Monte Zoncolan, onze eerste ritzegen. Oh my god. Eind week 2. Eerste ritzegen. Marie van Zevenhand. Pro Cyclist Mode PCM 21. Extreme 1.1. En we doen het op niets minder dan de mythische, legendarische Monte Zoncolan. Oh, zalig dit. Zalig, zalig. Lekker, Marie van Zevenhand. Ja, realistisch is het niet. Ik weet het, ja. Zwat, het is een spel, hè, mannen. En het is al op een hoger niveau dan het gewoon extreem. En ik ben hem al aan het inhouden, zeker qua statsing. Want ik heb de laatste stat directe upgrade vooral naar het tijdrijden gezet. Maar oh, dit is lekker, man. Dit is lekker. Eerste ritzegen op de Zoncolan. Hoppa. Ja, kan tellen. Kan echt wel tellen deze. Als je er dan toch één wil winnen over al die 14 etappes, dan is het toch wel deze, denk ik. Hè? Niet? Alhoewel, de Montalcino had ik misschien ook nog willen winnen. Maar dat zat er gewoon niet in. Carapaz op 8 seconden. Lopez op 24. Yates en Thomas op meer dan een minuut. Mas op 1.31. Kelderman op 2 minuten. Dumoulin. Ja, 2.15. Ja, de twee Nederlanders best goed in deze etappe dus. Landa verloor meer dan 3 minuten. Vingegaard op 2.33 vandaag. Ook veel tijdsverlies voor Vlasov. En we gaan eens kijken. Voilà, een minuut en 3 is nu het verschil op Carapaz. Daarmee gaan we deze aflevering afsluiten. 2.30 op Yates. Net geen 4 minuten op Vingegaard. Ja, die heeft een tik gekregen. Jean Poussin op meer dan 4 minuten. Lopez al op meer dan 9 minuten. Mas Ciccone staan er nog tussen. De La Cruz en Caruso volledigen de top 10. Dan Kelderman, Bettiol, Vlasov, Dumoulin, Barguil en Geraint Thomas. De top 16 van deze Giro d'Italia momenteel. Volgende week gaan we natuurlijk kijken naar de derde week van deze Giro. De evaluatie is goed. Voilà, eindelijk nog eens een bompunt erbij voor de progressie. En wij gaan natuurlijk volgende week er alles aan doen om het scenario van de Vuelta in het eerste seizoen niet na te bootsen. Nee, we gaan proberen de leiding dus niet meer af te geven, want dat overkwam ons wel in La Vuelta tegenover Pogacar. Dus volgende week, de derde week van de Giro d'Italia met Marie van Zevenhand. En hopelijk kunnen we daar de Maglia Rossa veiligstellen. In ieder geval, jullie zijn alweer bedankt om te kijken. Komende zondag de transferaflevering van Lotto Soudal. Jawel, sommigen zullen er misschien al lang hebben naar zitten uitkijken. Ik eigenlijk ook, want ik wil nu eindelijk echt wel de mannen vastleggen voor het seizoen 2022. Vergeet dus niet te kijken zondag in de namiddag naar de transferaflevering van Lotto Soudal. Tegen dan weten we ook al wie Milan Sanremo heeft gewonnen in het echt. Bedankt, tot de volgende en bye bye.